eens ga doen. De golfjes. Ik ga hem onder je borst doen. Oké, het lijkt een beetje stoeipoespakjes en leuke porno-outfitjes. Welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we het hebben over, yes, lingerie. Nou, eindelijk. Ik heb deze video echt in etappes opgenomen, dus je ziet verschillende tijden en verschillende winkels waar ik geweest ben. Maar een heel, heel, heel erg belangrijk onderwerp is namelijk het shoppen van lingerie. Trouwens, ik heb nu een hele leuke knop waar je kan abonneren. Heb je dat nog niet gedaan? En ik zou zeggen, welkom alle nieuwe volgers, nieuwe abonnees. Superleuk. En heel erg welkom ook al mijn trouwe fans. Nou, dus lingerie, daar ga ik het vandaag over hebben. Ik zeg al, het is zo belangrijk dat jij de juiste maat draagt. Want weet je, het is zelfs nog belangrijker eigenlijk dan de kleding die je eroverheen draagt. Draag jij gewoon de verkeerde maat BH, dan ziet het er uiteindelijk ook niet mooi uit aan de buitenkant. En dat is toch wel heel erg, ja, vind ik wel zonde. Want dan heb je mooie kleding en daaronder zit het helemaal niet goed. Ik heb verschillende winkels bezocht. En ook adviezen gekregen. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Zelfs ik, terwijl ik best wel goed weet welke maat ik heb, is het ook heel belangrijk dat je één keer per jaar toch eens even weer een check-up doet. Hè? Dus dat je eigenlijk ook bij de tandarts doet of bij de arts of de huisarts, noem maar op. Zou ik je ook aanraden, laat één keer per jaar even je boobs meten. Want het verschilt nogal. Wist je dat inderdaad 80%, hè? 80%, dat is echt wel heel veel, van de vrouwen de verkeerde BH-maat draagt. En ja, en er wordt altijd wel benadrukt en gezegd van, hallo, je moet het echt opmeten. En toch doen heel veel vrouwen het niet. Ik ben bij twee winkels geweest om mijn maat te laten opmeten. En dat vind ik wel heel erg belangrijk, want je kan altijd nog een backup hebben. Ik ben bij Bella Lingerie geweest in Meppel. En dat is een winkel waar ze gewoon heel veel mooie, ook wat duurdere merken verkopen. En waar ze echt heel goed gespecialiseerd zijn in het geven van advies als het gaat om de juiste maat. Dus dat is ook echt wel mijn tip. Ga dit soort winkels bezoeken. Als je echt niet weet welke maat je hebt, ga dan inderdaad naar een echte specialist. En daar zijn dan ook echte lingerista's, noemen ze ze. Zij weten precies welke maat je moet hebben. Ze zien eigenlijk bij binnenkomst, als je je jas uitdoet, zien ze eigenlijk al gelijk welke maat je hebt. Ik ben in Meppel en ik ga hier naar Belle Lingerie om te kijken wat mijn maat is. Dus nu eerst even zoeken waar het zit. Ik ben nooit zo goed in al die dorpjes en dan de juiste plek vinden en verdwalen. Maar let's go. Ik zie een Hema, dus ik ben in het centrum, denk ik. Nou, ik was nog nooit in Meppel, ben ik geweest, dus we gaan eens kijken. Daar is het. Oh, dit is echt een super mooi winkel. Kijk dan. Nou, de winkel is eigenlijk nog niet open, maar speciaal voor mij zijn ze eerder open gegaan. Dus dat is te gek. Oh my god, alleen maar leuke swimwear. Oké, focus, focus, focus. Ik ga alleen voor de fit en de BH's. En nog meer swimwear. Echt zoveel. Die collectie is echt enorm groot. Echt merken als Chantel, als Elomi, als Primadonna. Echt, noem maar op. Ik denk dat ik maand wat uit ga doen. Het zweet zit mij op mijn bovenlip. Ik ga eens kijken wat hier allemaal tussen hangt. En of ik de juiste maat draag. En kijk dan hier. Hoe leuk is dit? En zo mooi en groot. Gewoon een hele balzaal om te passen. Love it. Ik heb natuurlijk al mijn Elomi BH aan. En ik wil natuurlijk checken of de maat al klopt. Nou, net ben ik geholpen door Simone. En guess what? Ik had de juiste maat. Maar het zijn geen twins, mijn borsten. En ik weet, deze is ietsje ruimer dan deze. Hier zit hij altijd perfect. En hier zit hij altijd net een beetje hobbel de bobbel, zeg maar. Nou, Simone heeft me dus net heel strak met de centimeter gemeten. Daar zit dus geen stretch in. Dus dat is echt what you see is what you get, zeg maar. Maar ik zit dus tussen de 90 en de 95 in. Ik heb dus 93 omvang. Dat betekent, zou je eerder denken, ik zou denken, nou, dan pak ik 95. Maar zij zegt, pak nou maar gewoon die 90, dat is veel beter. Want in een BH zit natuurlijk wat meer stretch in en het geeft wat meer mee. Dus ik heb nu 90F aan en dat is ook de juiste maat. En 95E
zou in principe dezelfde maat moeten zijn. En ook die liggen in mijn lingerielaadje. Nou, hier hangen twee verschillende modellen van Elomi. Ik heb thuis natuurlijk ook heel veel verschillende. En ik heb ontdekt dat ik in de ene heb ik dus 95E, de andere heb ik 90F, de andere heb ik 95F. Dus het is heel belangrijk om per model te kijken wat jouw maat is. Ik heb nu een ander model aan van Elomi, dat is de Matilda. Nou, ik ga meteen een foutje maken. Namelijk, deze BH is 95E en ik had hem op het strakste staan. Dus ik had gelijk op mijn vingers getikt door Simone. Als het een nieuwe BH is die je draagt, moet die altijd op het wijdste staan. Want deze wordt, naarmate je vaak draagt, steeds losser. En daarna kan je hem wel wat strakker gaan dragen. Dus dat is eigenlijk een fout. Hè? Ik als lingerie-expert, ik doe het eigenlijk altijd fout. Dus sst, niemand die dat weet. Nou, die Matilda is natuurlijk 95E. Die is dus eigenlijk iets te groot en zo'n 90E moeten zijn. En deze, die chasje, die heb ik natuurlijk thuis ook al. Die is ook een 95E. Dus ik ga even kijken of dat de juiste maat is. Yay! Hetzelfde inderdaad, dezelfde maat. Dus dit is 95E. Zit weer op het strakste. Dus ik kan een 90E aan. Maar ik denk dus altijd dat het te strak zit. Omdat ik dan dit zie. Zie je dat kwapje hier? Maar dat maakt dus helemaal niet uit. Of die nou heel los zit of heel strak. Dit blijf je houden. Is echt een soort van love handle onder je borsten, zeg maar. Dus laat je daar niet gek door maken. Heel belangrijk dat je echt luistert wat de goede lingerista tegen jou zegt. Want dat is gewoon heel belangrijk. Ja, dit zit gewoon heel lekker. En ik heb hem thuis nog niet eens aangehad. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ga ik snel een keer aandoen. Ook ben ik bij Hunkemuller geweest, want ik vond het wel heel erg interessant. Want ze zijn natuurlijk gekomen met een curvy label. En ik dacht, nou Edith, laat ik daar ook maar eens even gaan kijken. Daar ben ik ook geholpen door een lingerista die mij dus geholpen heeft met het zoeken naar de juiste BH. En ze heeft me opgemeten. Dus ik laat je zien wat er allemaal uitkwam. Aangekomen bij Hunkemuller in Den Haag. Ik denk, ik ga daar even shoppen. Nou, eigenlijk shoppen. Ik laat mij opmeten. Deze video gaat erover dat het heel belangrijk is dat je de juiste maat BH draagt. Ook broekjes trouwens, maar daar ga ik iets minder over vertellen. Maar die BH-maat is super belangrijk. En ik sta hier naast mijn grote muze, Danielle. En ik ben zo trots op haar. Zij is natuurlijk het gezicht voor Hunkemuller. Maar dan de Curvy collectie. Dus ik ben heel benieuwd wat mij gaat passen. Ik ga snel naar de paskamer, want Nicole zit op mij te wachten. Of staat op mij te wachten voor de juiste maat. Nou, ik heb Nicole gevonden. Aangekomen in de paskamers. Mijn kleding alweer uitgetrokken. Edith, oh my god. Echt, moet je bedenken, 20 jaar geleden was ik echt te preut om ook maar iets aan of uit te doen. En nu sta ik gewoon zo wat in mijn bikini of mijn onderbroekje in de winkel. Nicole vroeg net alweer de opgemeten worden in de winkel voor de paskamer. Ik zeg nou, laten we het maar gewoon in het hokje doen. Dat is slimmer. Super leuk om even dit te laten zien. En als je advies wil, kun je dus bellen. Nou, ik sta klaar. Nicole staat klaar met het meetlint. En ik zou zeggen, nou laten we maar beginnen. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ik ga hem onder je borst doen. Ja. Ik trek hem heel wat strakker. Hier, ja. Een meetlint is natuurlijk geen bedek. Precies. Maar in je BH natuurlijk wel. Dus dan meet ik je op een 96. Net luchtneel. Ja. Nee, ik snap het wel. Ja. Dan moet het ook heel strak zitten. Ja, klopt. Ik meet je op een 96. We kunnen een 95 proberen. Ja. En dan maak ik qua cup, qua maak een indicatie. Dan denk ik wel dat op een F zit. Wow, dus dit schat jij gewoon op het oog. Puur ervaring. Ja. Ja, 95. En ik weet natuurlijk mijn maat, dus ik ongeveer dan. Maar ik vind het best wel een goede indicatie inderdaad. Nou, mijn ding is altijd dat ik BH's altijd te los draag. Ja. Dus je zal zien inderdaad, het was heel strak. Hè? Dus 96 wordt dus 95. Ja. En ik ben echt iemand die misschien nog wel dus los wil. Maar goed, that's up to you, hoe dat moet ik gaan meten. Ik zou het niet doen, 95 of losser dragen, want we gaan hem uitlopen. Ja, dus dan wordt hij nog wijder. Want? Ik laat het even zien. Je hebt hem nu op zijn straks, dat klopt. Je moet hem eigenlijk op de meest losse passen. Want dan kan je hem voor jezelf nog twee keer strakker. Ja, en dit is een 95. F. Dus, eigenlijk voor deze moet ik een 90 F hebben. Ja, eigenlijk voor deze wel. Ja. Het verschilt natuurlijk ook per merk. Dus voor ons kan je wel weer 95 F hebben. Ja, en voor de kijkers thuis. Dit is die Elomi die ik op het zwart heb. En die zijn echt heel erg fijn. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd wat Hunkemuller in huis heeft voor mij. Dus verras me. En ik wil geen oma ding. Ik ben oud, maar nog niet zo oud. Ik heb
het heel warm. En ik heb nog niks gepost. Maar goed, we gaan het zien. Het is mooi zo dat ze van het is. Wel één tip voor hun camera. Het licht doet niet zo heel veel goed. Het licht komt van boven. Dus dat betekent niet echt flatterend. En dan is het ook wel heel erg fijn als zo'n lamp uit. Kan nu wel even kijken of ik de knop zie. Nee. Dus dat zie je vaak wel bij andere lingeriezaken. Ook als ik natuurlijk wel in een Meppel ben geweest. Met hele mooie verlichting. Ik vind dat er wel net even wat meer sfeer. En iets beter uit. Lang leven de tissues. Nou, ik ga dit setjes passen. Dit is dus echt mijn maat. Dat is dus hoe ze denkt. Dus ik ben benieuwd hoe dit zit. Nou, qua maat zit hij wel volgens mij goed. Alleen heb ik hem in het tweede gaatje. En dat betekent dus dat die eigenlijke omvang ietsje te ruim is. Dus volgens mij zit hij in het tweede gaatje. En dit is natuurlijk wel wat bedekter. Het is wel mooi. Hij zit wel heel erg mooi qua pasvorm, vind ik. Ja, Nicole zal ik wel zeggen of hij wel echt goed zit. Maar dit is wel mijn conclusie. Terwijl hij zit wel mooi. En dit model is er dus in meerdere varianten. En dat is ook een basic BH. Zij had een witte meegenomen. Nou, de grote witte bandmaker, niet voor mij. Dus ik zei, pak maar even een ander kleurtje. Of grijs, of zwart, of maakt niet uit. Of nude, maar niet wit. I don't like. Want wit, onder witte kleding, zie je heel erg. Dan kan je beter voor huidkleur gaan, of voor rood. Yes. Rood maakt ook je huid eigenlijk helemaal egaal. En dan zie je niet dat je hem weer aan hebt. Nou, je zit toch in het buitenste gaatje. Dus dat is eigenlijk heel goed. Dus die maat, hè, 95F, is hier wel echt mijn maat. Dus ik kijk naar mijn curve collectie. En ze heeft nog twee andere kleurtjes gehaald. Namelijk deze. Die vind ik wel heel tof. Heel mooi kleurtje groen. En een grijze variant. Even kijken. Dat is deze. Die is ook wel heel mooi. Ze had voor mij de groene even gepakt om te laten zien de kleur. Maar die is dus qua omvang 1 maat kleiner. Dus 90. En ook qua cup 1 maat kleiner. E. En je ziet ook gelijk. Nou, het pelt er nog net niet uit. Maar hij zit hier aan de zijkant niet mooi. En ook ja, qua omvang zou het wel kunnen. Dus ik zou wel de 90 kunnen. Maar ik heb wel echt wel die F nodig. Dit ben ik dus in mijn maat. Hè? Dat is wel super tof. Dat kan je dan gewoon onder een jasje aandoen. Echt heel gaaf. Oh my god, dit is toch ook helemaal leuk. En rood is ook heel mooi. Maar ik heb wel best wat rode BH's. En vind ik het denk mooier als je dan helemaal even rood is. Zeker als je dan onderlichte kleding wil dragen. Ik dacht, nou laat ik ook even een bikini topje proberen. Maar de meiden zitten er niet in. In plaats van de wit heb ik even de huidkleurige. Dus die ga ik even proberen. Het is niet helemaal mijn maat. Het is 95E. Het is een cup kleiner. Maar deze kan dus wat groter vallen. Dus ik ben heel benieuwd. Dit ook altijd zo. Nou, jaren geleden zou ik dit dus toch gewoon gekocht hebben. Maar als je goed kijkt, zie je dat dit dus van je borst afstaat. Dus veel te klein. De cup is gewoon veel te klein. De omvang zou wel kunnen. Maar dit is gewoon echt niet goed. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Dat je daar op let en dat ze je goed advies geven dat dit echt mooi aansluit. Als je goed oplet, zie je dat de borsten dus naar buiten wijzen. Op de boerderie, zo moet het altijd. En het is dus heel belangrijk dat de boer eigenlijk naar binnen draaien. Want daardoor word je ietsje smaller aan de bovenkant. En jammer, want er zit natuurlijk eigenlijk helemaal geen pasvorm in. Kan ook niet, want er zit ook helemaal geen naden in. Maar verder natuurlijk wel een hele lekkere BH voor onder een t-shirt of een heel mooi glad materiaal. Mits je natuurlijk de juiste maat hebt. En als dit gaat hobbelen bobbelen, zie je eigenlijk bobbeltje. Echt een superleuk sporttopje. Die ga ik eens even proberen. Het zal mijn maat zijn, dus even kijken. Ik zag allemaal leuke sport-BH's. Ik denk, laat ik dat ook proberen. Niet voor de jonge kijkers bedoeld. Maar het haakje gaat dicht, maar het ritje niet. Dus, ik heb gezegd, stel mij wat vragen als het gaat om lingerie. Hebben jullie gedaan via Instastories. En nummer 1 vraag is eigenlijk, waar koop je strapless BH in een grote cupmaat? Ik heb er eentje van Marks & Spencer en eentje van Triumph. Triumph die gaat niet mega groot, maar bij Marks & Spencer gaat die zelfs tot dubbel G.
Helaas zit er dus geen winkel meer in Nederland, maar je kan ze wel online bestellen. Dus ik zou zeker deze even testen, een goede strapless BH te kopen. Verder ben ik echt grote fan van Elomi, grote fan van Primadonna. En dat zijn ook wel merken die wellicht een strapless BH in hun collecties hebben. Dus dat moet je even checken. Maar Marks & Spencer, zeker een hele goede. Nou, in de Bijenkorf hebben ze natuurlijk heel veel mooie merken. Ik ga eens even kijken wat ze in mijn maat hebben. Chantel, daar heb ik ook een BH, volgens mij twee zelfs van. Dat is een merk wat ook groter gaat. Dus dat is zeker wat het proberen waard. Maar verder zijn er niet heel veel merken die mee zouden passen. Dit is hem, die heb ik in het zwart. Ook een heel leuk kleurtje deze. Kijk, dat is natuurlijk wel super jammer. Tenminste, ook een gemiste kans vind ik voor de Bijenkorf. Dus ik denk, ja, ik heb dan wel 90F of 95F. En voor mij zijn er zo helemaal geen BH's en zo leuk allemaal. Of ze hebben ze ergens verstopt, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, ik ga gewoon weer met een volle portemonnee, loop ik de winkel uit. Nog een vraag. Waar kan je BH's vinden zonder beugel en niet voorgevormd? Nou, lang leven de bralettes. Deze zijn er ook tegenwoordig in grotere cupmaten te krijgen. Ik heb er vorig jaar eentje gekocht bij Ulla Popken. Ja, je hoort het goed. Zij houden echt een hele leuke bralette en die heb ik ook vorig jaar best wel veel gedragen. Dus dat is zeker mijn tip om dat soort BH's te gaan kijken. Ze hebben grotere cupmaten. Er zitten geen strakke beugels in verwerkt. En het zijn natuurlijk hele comfortabele BH'tjes eigenlijk. Gelukkig zie je ook dat ze bralettes nu steeds meer in grotere maten maken. Want ja, het zijn gewoon hele lekkere BH's die gewoon heel comfortabel zijn. Maar het doet niet heel veel voor je borsten, moet ik je zeggen. Want het heeft niet veel draagvlak, zeg maar. Dus het zit wel losjes dan in zo'n bralet. Het is dus heel belangrijk dat je wel een hele goede BH draagt. Zodat je geen strié of ook geen borstpijn kan krijgen. Want dat is iets wat heel erg veel voorkomt. Heb je te slappe BH aan of de bandjes niet goed gesteld, dan kan het zijn dat ze te veel hangen en daardoor kan je veel pijn krijgen. En zeker als het gaat om sport-BH's, is het natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Ja, je hoort het goed, mijn stem wordt zelfs een beetje. Nee, het is gewoon heel belangrijk dat je daar een hele goede BH draagt. Want daar kan het wel eens voorkomen, als jij rent of springt of noem maar op, dat je inderdaad pijn aan je borst kan krijgen. En dat is niet de bedoeling. Sporten moet wel leuk zijn en niet dat je inderdaad eigenlijk nog meer pijn krijgt aan je lijf. Dus ook een sport-BH is gewoon heel, heel, heel erg belangrijk. Zo heb ik sport-BH's ook van Triumph, van Primadonna, maar ook van Elomi. En die heb ik net gekregen, die laat ik je eventjes zien. Nou, het leuke is natuurlijk dat er tegenwoordig ook heel veel leuke printjes zijn met die sport-BH's. Ik ben heel blij dat ze er ook eindelijk zijn. Dit is echt wel inderdaad eentje die je heel hoog draagt. Dus die komt inderdaad full covered, noemen ze dat. Heel belangrijk, zeker met sporten. Dus je hoeft er dan niet heel sexy bij te lopen hoor. Het gaat er echt om dat die meiden goed ingepakt zijn. Dus dit is echt wel een fantastische BH. Leuk printje ook. Dit is de maat 90F. Dus ook echt mijn maat die ik altijd bij Elomi heb. Dus ik kan niet wachten om deze ook weer te gaan dragen. Marlies Dekkers geeft altijd de tip van schud ze lekker naar voren zodat ze goed erin zitten. Is ook heel, heel erg belangrijk. Met die sport-BH's is het ook heel erg belangrijk dat je even een sprongetje maakt. Dat je denkt, nou, zitten ze er nog in aan het sprongetje? Dan weet je dat ze goed zitten. Dat is tenminste altijd mijn tip. Net als dat ik de zittest doe, hè, met broeken of rokken, dat ik denk, kan ik er wel in zitten? Is het met een sport-BH natuurlijk heel erg belangrijk. Kan ik erin springen of kan ik er in ieder geval in bewegen? Zodat je niet na het einde van de sportles denkt van, oei, ik had toch een BH aan. Nou, bij Primark hebben ze nu dus ook grote cupmaten. Hier zie je allemaal t-shirt-BH's. Echt wel heel mooi. Maar het is één vorm, dus voorgevormd, dus geen naad. Dus het is, ja, je moet geluk hebben dat de maat goed zit, dat die aansluit. Maar goed, het is wel het proberen waard. En voor kleinere prijsjes, dus voor 5 euro, nou dat is wel een heel klein prijsje, kan je dus dit soort BH's scoren. En ze hebben die zelfs in een panterprintje. Oh my god, en ik zie hier cup E, double D, erg leuk. Nou, ook hier, dit zijn allemaal grote cupmaten. Maar je moet gewoon heel goed opletten of je nou een balcony type bent of een plunge. En die laat ik zo ook even zien. Nou, hier zie je inderdaad dus die plunge. Je ziet dat het een hele andere shape is. Die is wat dieper. Ik hou dus heel erg van die beugelloze, dus bralettes. En die hebben ze hier ook. Maar hier is dus geen cupmaat bij, maar gewoon de kledingmaat. Dus daar moet je wel heel erg op letten. Maar kijk hoe cute die zijn. Die blauwe. Dit is een hele mooie kleur, maar ook zo'n hele felle kleur.
Nou, dit is echt een toppertje zeg, die kleur ook. Die zijn dus maar 6 euro. Nog meer van die bralettes, onwijs leuk. En dit moet je gewoon eens proberen. Mijn tip is bij deze gewoon, je moet echt goed weten wat je maat is. Maar ga gewoon heel veel passen in de paskamer. Zodat je ook weet of het goed zit. Zoveel keuze. En gelukkig zie ik steeds meer grotere cupmaten hier ook. Tuurlijk kun je het niet vergelijken met hè, de high-end mooie grote merken. Maar voor zo'n beheertje voorbij, zeker leuk. Nou, vanuit de feministenhoek is het natuurlijk een soort van, hè, gooi je BH maar uit en laat het maar lekker los in je topje hangen. Ik denk dat jij mooie stevige borsten hebt tot de maat, hè, cup C of zo. Dan zeg ik, nou, go your gang. Maar nee, ik met mijn F, dat gaat echt niet, dat kan mijn omgeving helemaal niet aandoen. Even een leuke anekdote. Een paar jaar geleden zat ik in de auto, ik had alles gedaan en toen dacht ik, wat bouncen mijn borsten toch? Bij de drempel die ik overreed. Was Mrs. E, was haar BH vergeten. Nou, feminist als ze kan zijn. Is geen fijn gevoel, dat kan ik je wel vertellen. Ik ben wel gewoon doorgegaan, ik moest uit de stad zijn. Ik kon gelukkig mijn jas dicht doen. Dus, maar ik vond het geen prettig gevoel. Ik heb ze toch liever ingepakt. En dat ze niet zo heel erg bouncen. En nee, dus voor mij is die trend van, gooi ze maar lekker los. Niet aan mij besteed. Nou, een vraag over de bandjes. Laat je die nou gewoon losjes hangen of doe je ze strakker trekken? Nou, het belangrijkste is dat die hier hè, onder je borsten gewoon heel strak zit. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat moet echt je maat zijn, dat moet ook wat strakker zitten. Ik moet je zeggen, ik heb het liefst ietsje losser, maar goed. Daar zit eigenlijk de meeste stevigheid en moet het niet heel erg hebben van de bandjes. Wel is het heel belangrijk dat die wel precies op je maat zit. Kijk uit dat het nou, niet te strak is, want dan krijg je van die inhammen en dat het heel strak zit. En dat je denkt, my god, het zijn allemaal rollen die er eigenlijk niet hoeven zijn. Maar het moet wel zijn dat ze mooi aansluiten. Dus daar moet je op letten. Vaak gaat het wat losser naarmate je het vaker draagt. Dus dat is echt iets belangrijks. Is natuurlijk hier, maar hier mogen ze ook wel mooi aansluiten. Nou, iemand vraagt, bij elke winkel krijg ik wel een andere maat te horen. En weet je waar dat mee te maken heeft? Met de merken die zij gebruiken. Het is maar net ook hoe die pasvorm valt. Maar daar kan het aan liggen. Dus als degene jou opmeet, kan het inderdaad zijn dat het ligt aan de mate van het merk wat zij gebruiken. Nou, tegenwoordig zijn er echt heel veel leuke bikinis te krijgen in grotere maten. En daar ben ik echt mega blij om. Jaren geleden toen ik net startte met mijn website, Starless & Size natuurlijk, was ik alleen maar aan het vloeken en het tieren. En dan denk ik van, waarom geen bikinis in mijn maat? En nou, de laatste jaren is het echt fantastisch. Je kan echt van goedkoop tot duur mooie bikinis scoren in grotere cupmaten en grotere broekjes inderdaad. Heel goedkoop, echt budget is Boohoo, Forever 21, Shein natuurlijk, Fashion Nova. Dat zijn echt heel erg low budget websites. Daarentegen heb je Swimsuits for All, een Amerikaanse website met fantastisch mooie bikinis. Ashley Graham doet daar heel vaak een samenwerking mee. Maar ook Gabby Fresh heeft daar ook elk jaar wel een collab mee. Mooie, mooie bikinis, maar het is wel heel belangrijk dat je weet dat ze een stuk duurder zijn. Maar de passenvorm is wel heel erg goed. Forever 21 en Boohoo. Je weet gewoon, het zijn wel flut bikinietjes, net als Shein. Nou, van die goedkope BH's moet je niet te veel voor voorstellen, want het ziet er heel erg leuk uit. Maar ga dan niet een wedstrijdje in zwemmen of beachvolleyballen of een lekkere beachtennis doen. Want dan denk ik dat ze heel snel eruit floppen. Dus het is echt alleen maar leuk voor de zee in, lopen, het zwembad in en lekker liggen. Dan zijn ze super leuk en mooi. En wil je echt inderdaad wat meer actie, dan moet je toch wat naar kijken naar iets mooiere merken. Waarvan de pasvorm echt fatsoenlijk is. En die ook wat meer steun bieden. Dus denk weer aan een Elomi, denk aan een Primadonna, denk aan een swimsuit vooral. Over swimwear gesproken. Elomi heeft mij naast de sport BH ook nog een hele leuke bikini opgestuurd. Kijk dan, hoe cute. Hoe leuk printje is dit. Ja, ik word er echt heel erg blij van. Ik heb meerdere bikinis van hun ook. En het mooie is, deze kun je dus strapless maken. Kijk maar. Je ziet hier dat hij er gewoon uit kan. En aan de achterkant ook. Dus wil je hem strapless dragen, kan dat. Wil je met een bandje, kan dat ook. En dat vind ik toch wel echt ja, helemaal fantastisch. Dit is ook weer een maat 90F. Dus die zou voor mij helemaal goed moeten zijn. En een bijpassend broekje natuurlijk. Ik vraag eigenlijk altijd de grootste maat. Ik ga even kijken of ze dat ook nu wel opgestuurd hebben. Maat 44. Nou, ik ben bang dat dat een beetje te klein is. Normaal vraag ik altijd maat 50.
Dat zou ik wel erg jammer vinden als ze niet zo passen. Nou, anders wordt het heel erg strak. Ik heb altijd zoiets van, liever een maat te groot broekje dan een te strak. Want je krijgt love handles die je niet wil hebben. En te strak is gewoon niet mooi bij broekjes. Dat is mijn mening. Kijk dat je gewoon een net maat groter doet. Optisch lijkt het dan alsof je eigenlijk slanker bent. Het enige is, het kan natuurlijk zijn dat je broekje verliest in het water. Ik zeg niks. Het is mij wel eens gebeurd. Nou, over goedkope bikinis gesproken. Ik heb bij Boohoo ook nog twee bikinis besteld. Namelijk een hele leuke, oh, lila kleur. Nou, alles wat lila is, dan heb je mij al. Kijk nou hoe gaaf deze is. Love it. Zo'n mooi kleurtje. Ja, ik ben wel bang dat die cups misschien iets te groot zijn. Want het scheelt nog wel een maat of twee van boven naar beneden. Het is een maat 22, dus een maat 50. Voor het broekje is het fantastisch. Ik ben bang dat deze een beetje te groot is. Maar goed, ik kan het altijd wel verstellen. Weet je, ik kan hier wat strakker maken. En desnoods leg ik hier gewoon een knoopje in. Dus dat kan ook nog. Maar erg leuke bikini. En qua pasvorm zit het wel redelijk goed. Maar je moet inderdaad niet rennend het water ingaan. Heel mooi hoog gesneden broekje, zie je dat? Hoe mooi is dit? Ik vind het wel heel leuk. Een paar jaar geleden durfde ik dat niet zo heel erg. Was ik toch heel erg van, nou, doe maar lekker een hoog broekje. Hè? Die met een bredere band. Terwijl dit staat wel optisch eigenlijk veel mooier. Het verlengt je benen. Dus hoe lager jij je broekje doet, korter je benen worden. En eigenlijk op het breedste punt gaan ze dat nog meer benadrukken. Terwijl geef jij hoogte, denk Pamela Anderson, hè? Baywatch, het badpak. Dat heel erg verlengt haar bovenbeen. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En dat gebeurt dus ook met dit broekje. Dus ja, als je het niet durft, probeer dan een keer met een heel goedkope bikini. En dan kan je het een keer testen. Nou, ik heb het niet gelaten bij één van Boohoo. Ik heb er nog eentje besteld. Namelijk, oh my god, zo leuk. Kijk, het is wel een zwarte. Dat je denkt, oké, okay, boring. Maar kijk hoe leuk met die de golfjes. Nee, kijk, dit is het broekje. Super leuk. Dit is wel een hoge. En een net wat breder. Dus je zou ook wel iets hoger kunnen optrekken. En een bijpassend topje. Dit is geen bikini BH, zeg maar. Maar meer een sporttopje. Daar hou ik ook wel heel erg van. Dit gaat om je nek. Even kijken of ik het zo kan doen. Super leuk. En ook dit. Nou, onwijs leuk dit. En ik vind die golfjes wel erg grappig erbij. Dus het is een sportief met ook een beetje, ja, wat romantischer. Ik hou heel erg van dit bedekken. Want dan hoef je niet bang te zijn dat ze eruit floepen. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik heb heel veel van dit soort topjes. Love it. Nou, wil je nou iets heel pikants hebben dat je denkt, wauw, ik wil echt een keer helemaal uitpakken en helemaal losgaan. En heb je een grotere maat, is het natuurlijk wel heel erg leuk dat er ook sites zijn die dat aanbieden. Oké, okay, het lijkt een beetje stoeipoespakjes en leuke porno outfitjes. Maar er zitten ook hele leuke dingen bij. Leg Avenue is namelijk een hele leuke website. Wil jij een keer uitpakken dat je denkt, nou, ik wil wel een keer iets voor mijn partner sexy uitzien. Ze hebben mij een heel leuk, ja, een niemandalletje opgestuurd. Namelijk een heel leuk, ja, je ziet het, leuk bodysuitje eigenlijk. Maar het mooie daaraan is dat het gewoon een heel losvallend, ja, pakje is. Dus elastiek in de taille, heel leuk kantje, op de rug inderdaad overkruis. En dat vind ik echt wel een heel leuk, ja, sexy pakje. Maar je kan het ook gewoon als een slaappakje aandoen. Dus eigenlijk als een sexy pyjamaatje. Maar erg leuk. En dit is nog best wel een hele behoudende versie. Daar staan best wel pikante pakjes op. Ik laat je even wat dingetjes zien die daar dus inderdaad op staan. Dat je denkt, nou. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze eindelijk ook in grote mate dit soort dingen aanbieden. Nou, een vraag over welke BH kan je het beste dragen bij feesten en partijen? Nou,
Zowel voor de steun als de mooie vorm. Ik zou zeggen, het ligt aan wat voor vis je hebt. Ga jij naar een biergooierij en je staat tussen hossen en tussen stossen en noem maar op. Dan zou ik zeggen, trek gewoon lekker je sportbh aan. Dat is natuurlijk wel het fijnste. Maar ga jij naar een mooie vis, neem een heel mooie jurk aan en je wil strapless. Dan ga je natuurlijk voor een hele mooie strapless bh. Het is wel heel erg belangrijk dat je de juiste bh voor het juiste outfit kiest. Ik krijg nog een vraag over hoe kan het zijn dat die bh-bandjes altijd afzakken. Het kan dus zijn dat het ligt aan je schouders. Heb jij geen rechten zoals ik heb, maar iets meer ronder, dan is het natuurlijk zo dat je schouders ietsje korter zijn. Dus dan zakken ze inderdaad af. Mijn tip daarvoor is, zorg dat je op de rug het overkruis doet. Dan blijven ze altijd mooi zitten en dan zakken ze ook niet af. Ik hoop dat ik je iets geleerd heb in deze video en dat je inziet dat het toch wel heel erg belangrijk is dat je de juiste BH-maat draagt. Mijn tip, laat je dus goed opmeten bij een goede lingeriezaak. En wacht even tot de sale er is. Dan kan je een goede investering doen in een mooie BH in de juiste maat. En dan betaal je niet de hoofdprijs. En dan ben je ook wel eventjes onder de pannen wat betreft een goede BH. Ik zou zeggen, dank je voor het kijken en tot snel weer. Bye bye.